Oké, ik ga nu de prei in stukjes snijden. Zei ik nou, ik ga de prei in stukjes snijden? Ik ga de paprika in stukjes snijden. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je weten wie ik ben? Check eventjes de beschrijving hieronder, daar vind je alle informatie. En sommige mensen weten al wat dit voor vlog is. Dit is Bikini Proof. Ik ga dit boek in 4 weken voor jullie vloggen. Ik heb boek 4 en boek 5 van Sonja Bakker ook in weekvlogs gemaakt en die vind je hieronder. Dan over het boek. Het is een heel dik boek en er staan 4 weekmenu's in. Wat houdt het in? 4 weken eten. En je hoeft helemaal niet te bedenken wat je gaat eten, want het staat er allemaal in. Sommige mensen vragen wel eens aan mij van hoe hou je zo'n dieet vol? Laat 1 ding voorop staan. Dit is geen dieet. Dit is echt je manier van eten en je levensstijl aanpassen. En dit past bij mij, dat kan ik jullie zeggen. Dit is hoe zo'n weekmenu eruit ziet. Iedere dag zie je hier op 2 pagina's. Dus dit is maandag tot en met zondag. En je ziet van 's ochtends tot 's avonds wat je moet eten. Nou, dat is heel gevarieerd. Iedere dag wat anders. In iedere week staat sowieso een weekrecept. Meerdere zelfs. Dit is er bijvoorbeeld eentje. Dit is die van de allereerste week. Dat is bijvoorbeeld een prijsschotel met gehakt. Nou, je ziet een foto van het gerecht en de ingrediënten. En de manier hoe je het moet bereiden staat er allemaal bij. Dus dat staat ook nog eens allemaal naast de weekmenu's in dit boek. Wat ook mega handig is, dat vind ik echt heel goed dat ze dat gedaan heeft, Sonja, is een variatielijst. Hier kun je bijvoorbeeld alle opties bekijken voor je ontbijt. Alle verantwoorde ontbijtmogelijkheden staan hierin. Dat geldt ook voor tussendoortjes en voor het diner. Ideaal. En heel veel ervaringen van andere vrouwen, 23 kilo afgevallen, zie ik hier staan. Ja, van alles. Het is een heel leuk opgebouwd het boek. Er staan mega lekkere gerechten in. Ik ga jullie meenemen in dit avontuur. En we beginnen met week 1. Heel veel kijkplezier met weekvlog nummer 1. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Mijn ontbijtje is yoghurt met muesli. Maar voor de nieuwkijkers, ik ben allergisch voor koemelk. Dus ik heb soja yoghurt met muesli. Hier tussen het yoghurtje is 1 kiwi. Juf eet als lunch een bolletje met kaas en komkommer en nog een bolletje met ham en komkommer. Ja, maar weet je wat er in het boek stond? 10 plakjes komkommer. Maar ik weet niet waar ik ze kwijt moet, dus ik heb er 6 gedaan. Mijn tussendoortje aardbeien. Oké, wij gaan maken een prijsschotel met gehakt. Ik heb het Sonja Bakker boek nog niet, dus ik doe het eventjes met mijn telefoon. We hebben nodig prei. Ik heb het alvast zo gedaan, want ik ben een lui wezen. Dan hebben we nodig een paprika. De oven staat aan op 200 graden. Oké, ik ga nu de prei in stukjes snijden. Zei ik nou, ik ga de prei in stukjes snijden? Ik ga de paprika in stukjes snijden. Oké, ik heb nu hier een pan met prei en paprika en olijfolie. Die gaat nu op het vuur. En ik heb een pan met gehakt. En die gaat ook op het vuur. Allebei tegelijk. Ongeveer 3 tot 4 minuutjes. Oké, ik heb tijm. Ik heb dit echt nog nooit gegeten. Schandalig. Oh, dit ken ik wel. Dit gaat door de prei en de paprika heen. Los is niet zo lekker. Bij de prei en de paprika gaat ook zout en peper. En nou komt hij. Bij de gehakt gaat curcuma. Curcuma, nooit gehad. Het schijnt heel goed voor je te zijn. We doen het erbij, zoals het er staat. Ik heb altijd het gevoel dat als ik kruiden over eten heen doe, dat ik een vet kok ben. Ah, maar dat ben ik niet. Oké, volgens mij heb ik veel te veel gedaan. Even roeren. Ik vind het trouwens wel chill dat het weekrecept op de maandag is, want dan ben ik gewoon nog lekker fris en fruitig. Op de woensdag is altijd, een ovenschaal. Niet alles. Dit wel in 1 keer. Het laatste. 50 gram feta. En nu 10 minuutjes in de oven. Zo ziet het eruit. Beurt alles naar beneden. Het ziet er echt heel gezond uit. Eerste hap. Oké, maar dan wil ik wel een hap met en gehakt en feta en paprika en prei. En? Ik vind het lekker. Feta maakt het wel echt af. Ik had eigenlijk niet eens gedacht dat het zo lekker zou zijn. Maar ik vind het wel lekker.
En 's avonds, ik mag 2 schijfjes meloen en ik heb er water bij gepakt. Heel veel ijsklontjes en 2 schijfjes limoen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en mijn ontbijt 2 crackers met runderrookvlees. Juf eet druiven. Juf eet als tussendoortje en muesliereep. Het avondeten Sven heeft gekookt. We hebben broccoli met kip en een zoete aardappel. De kip is gekruid, de aardappel komt uit de oven. Ik ben benieuwd, het ziet lekker uit. Sven vroeg aan mij, kan ik nog wat voor je pakken? Dus toen zei ik, ja, ik wil wel mijn yoghurtje. Maar dan krijg ik het gewoon zo. Niet in een bakje. Ga jij nemen? Helemaal gezond? Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en mijn ontbijtje, een smoothie. Je eet als tussendoortje vruchtenkwark met een persik. Ik mag nu lunchen. Ik heb een bloemenkrans gehad trouwens, vet lief, want we gingen net buiten spelen. Maar ik verheug me al de hele tijd op de tosti met geitenkaas. En ik heb hier 2 boterhammen met hier een beetje boter, geitenkaastijm en de honing. Ik heb alleen geen rucola. Dus ik ga hem lekker zo eten. En mijn tussendoortjes zijn worteltjes. En ik heb rijst met biefstukreepjes en broccoli. Zo stom. Gisteren hadden we ook broccoli. Ik was helemaal in de war. Gisteren hadden we andijvie moeten eten. En gisteren heeft Sven broccoli klaargemaakt. Dus nu hebben we 2 keer broccoli. Maar dat is niet erg. Ik gooi altijd alles met z'n allen nog even in de wokpan als het gekookt is. Dat vind ik lekkerder. In plaats van een eetlepel ketchup ga ik hier een eetlepel van gebruiken. Dit vind ik vet lekker. Dus. Oké, ik heb iets meer dan 1 eetlepel gedaan. En ik denk ook dat het iets te veel is. Maar het is vet lekker dit. Ja. Multivitamine en een schaaltje met Japanse mix voor de avond. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik moet een bananenpannenkoek maken. Maar Sven ligt nog te slapen en ik kan nu gewoon niet gaan mixen. Dus helaas, maar ik neem even alleen de banaan. Ik heb hier als tussendoortje een appel. Ik heb nu eerst nog een soort sollicitatiedingetje. En daarna ga ik doorrijden naar Utrecht. Want ik ga uit eten en ik kan er helaas niet omheen. Ik weet het, het is gelijk de eerste week van bikiniproef. Maar mijn broertje is vandaag jarig en mijn schoonvader. Ik heb nu nog mijn appeltje en ik ga dan strakjes. Maar ik ga wel goed kiezen wat ik ga eten. Komt helemaal goed. Tamara, wat doen we als voorafje? Een broodje. Eet? Nee. Jullie ja, al even 6 toch? Ik eet carpaccio. Het was heerlijk. Dat is heerlijk. Ja, en we gaan nu niks meer eten. Nee. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en mijn ontbijtje is yoghurt met havermout. Oh, en 3 walnoten en wat honing. Juf eet als tussendoortje 2 schijven meloen. Ja, die ga ik nog snijden. Juf heeft als lunch cracker met crossbeef en een cracker met smeerkaas. En het tussendoortje is een glaasje melk. Het avondeten is deze pizza gemaakt van Turks brood. Alleen ik heb wel het idee dat wij hem iets meer belegd hebben. Maar ja, hè? Kijk, dit is hoe wij hem hebben. Lekker! Avondeten. Eigenlijk mag ik nu een glaasje droge witte wijn en nootjes. Maar ik zit echt nog steeds vol van die pizza. Ik heb alleen een glaasje water genomen en ik heb echt niet de behoefte om nu te eten. Dus dan ga ik het ook niet doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben net wakker, maar ik wil zo graag gelijk vertellen. Ik ben gewoon 1 kilo afgevallen, jongens. Ik ben gewoon 64,9. Ik zit gewoon in de 64 en daar heb ik zo lang op gewacht. Ik was wat aangekomen, dus ik ben deze week echt, maandag ben ik begonnen op 65,9. Ik ben nu 64,9. Ook al heb ik dat etentje gehad, ik ben gewoon 1 kilo afgevallen. Ik ben zo enthousiast over dit boek en ik heb zoveel zin in die komende weken. Dat ik echt, ik ben blij. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!